van de makers van Professor Layton komt een nieuwe game, The Hype uit Japan, die op dit moment groter is dan Pokémon. Ladies and gentlemen, dit is Yo-Kai Watch. Maar Vincent, what the fuck is Yo-Kai Watch? Ja, ik wist het ook niet. Ik heb het hier voor het eerst op Gamescom heb ik het gespeeld. Het is een soort Pokémon meets Digimon. Je hebt een soort spookje wat je bij je heet. Zijn naam is Whisper. En je moet dus slechte yokai gaan zoeken om de wereld te beschermen. Wat is yokai? Dat is een beetje het onverklaarbare gevoel als je in één keer spontaan misselijk bent. Of als je in één keer het idee hebt van, ik wil eigenlijk wel heel graag naar bed toe. Nou, dat wordt dus veroorzaakt in deze wereld door een soort onzichtbare spookjes. Klinkt allemaal heel leuk, Vincent, maar hoe vind ik zo'n yokai? Ja, ze zijn onzichtbaar, dus je moet er wat voor doen. Rechtsbovenin heb je een radar. En op die radar staat dus eigenlijk van, is er een blije yokai bij jou in de buurt? Of is er een gevaarlijke yokai in de buurt? Nou, dan heb je dus een yokai lens. En met die yokai lens ga je dus eigenlijk met een soort vergrootglas over je beeldscherm heen. En op het moment dat je hem gevonden hebt, dan plopt er dus in één keer een yokai op. Ja, ik weet het. Het klinkt net zo raar als dat het eruit ziet. Ja, en dan ga je dan tegen vechten, heb ik gezien. Dat battlesysteem, dat ziet er echt, nou ja, what the fuck, weet je wel. Ik zag een soort van Rad van Fortuin-achtig ding. Verschillende soorten yokai, rare termen om mee aan te vallen. Hoe werkt dat battlesysteem eigenlijk? Ja, dit was heel verfrissend, vond ik zelf. Het lijkt een beetje op zo'n rare Japanse gameshow. Waarin die mensen als een soort gek aan allerlei rare regels moeten gaan voldoen om dan vervolgens een opdracht te kunnen voltooien. Nou, dat had je hier ook. Je had bijvoorbeeld de spin waar je het over hebt, het Rad van Fortuin. Je moet met je stylus moet je heel snel een rondje gaan draaien om dus een aanval te kunnen activeren. Maar je had verder ook tap, heel snel ballonnetjes aanklikken, zodat je ook weer je actie kan opladen, te chargen. En je had een soort van, ja, het deed me een beetje denken aan Harry Potter, Trace heette het. In Harry Potter moest je ook wel eens met je toverstaf en je muis moest je zo een soort patroon gaan vormen. Nou, dat zat ook hier weer in. En daardoor kon je dus je Soultimate activeren. Ja, en dat is dus een soort van je mega-aanval. En met die mega-aanval kan je dus de Bad Yokai verslaan. Het klinkt heel erg ingewikkeld. Dat is het ook een beetje, maar het is heel erg interactief. En dat vind ik heel erg leuk. Zal ik het nog gekker maken voor je? De gelijkenissen van Digimon en Pokémon worden nog groter als ik jou vertel dat dit ook gebaseerd is op een Japanse anime-serie. Wanneer Yokai Watch precies verschijnt, weten we niet. Het moet ergens in 2016 gaan verschijnen. Exclusief voor de Nintendo 3DS. En de vraag is dan ook bij ons beiden, wordt deze game dan ook daadwerkelijk groter dan Pokémon? Wij wachten het af.